Zo, goedemiddag. Nog één spreker voor de koffiepauze. Moet te doen zijn. Mooie verhalen vandaag. Ik heb ook een bijzonder verhaal voor jullie vandaag. Dat begint overigens heel gewoon. Gewoner kon het niet beginnen. Tijdens mijn lunchwandeling op de marinebasis waar ik werk. Ik doe kantoorwerk, dus dan 's middags even de benen strekken met een stel collega's. Lopen een stukje langs het wat. En het wat is altijd mooi, altijd anders. Maar dat hoef ik jullie hier in Den Helder natuurlijk niet te vertellen. Dit is een foto van een zeehondje, die heb ik verleden maand genomen. Die lag daar op de dijk. Gaat goed met hem trouwens. Soms zie je dit soort luchten, schitterende wolkenhemels. Het licht is ook mooi. De burgemeester zei het vanochtend al, die mooie zonsopgangen hier bij Den Helder. Dit is de ene van, ook hier bij die dam. Soms zie je ook helemaal niks. Dat is mistig. Wat ook wel eens gebeurt, soms zien we een dam. Soms, niet altijd. Want met hoog water is die dam helemaal onder water verdwenen. En met afgaand tij steekt hij langzaam zijn kop boven de golven uit. En ik vroeg aan mijn collega's, joh, wat is dat voor dam? Nou, zei mijn collega, dat is de Napoleon-dam. En ik denk, wow, kan dat ding echt uit de tijd van Napoleon zijn? Zo oud. En wat is dan het verhaal achter die dam? Want hij loopt daar zo een stuk het wat op en daar eindigt hij. Hij gaat nergens naartoe. Wat doet dat ding? Niemand die ik kende, die kon mij daar meer over vertellen dan dat het Napoleon-dam was. Nou, internet, googlen, daar was eigenlijk heel weinig over te vinden. Duurde een dag of twee voordat ik erachter kwam dat die dam gebouwd was in 1781. En dat is vreemd. Want de Franse tijd die begon pas in 1795. Napoleon zelf die is niet eerder dan 1803 hier in Den Helder geweest. En toch heet hij Napoleon dan. 1781, dat was de tijd van Willem V, onze laatste stadhouder. Hij is in die tijd aangelegd en het is dus wel bijzonder dat die dam niet is gebouwd naar de man die hem gebouwd heeft, maar juist naar degene die hem verdreven heeft uit zijn land. Willem V heeft Nederland moeten verlaten, hij is gevlucht naar Engeland. Ja, en de manier waarop de beide heren zich hebben laten portretteren zegt dat al een beetje. Een beetje die goedmoedige man daar links, dat is natuurlijk Willem V. En nou, Napoleon ziet er altijd aardig intimiderend uit op die schilderijen. Napoleon dan. De aanleg van die dam is ook een bijzondere. Je ziet het, hier zie je een kaartje van Nederland. Hij is een kwartslag gedraaid, dat deden ze in die tijd. Links zie je het noorden met de Waddeneilanden. Rechts zie je nog Amsterdam. En dit kaartje geeft al het een en ander aan. Nederland is een handelsland. Altijd al geweest, is het nu ook nog. En ook in die tijd kwamen al die grote zeeschepen, die kwamen van de oceaan bij het Marsdiep. En dan gingen ze dus proberen de Waddenzee op te komen. Maar die Waddenzee was aan het verzanden, de Zuiderzee was aan het verzanden en het werd steeds moeilijker om die schepen bij de handelsteden te krijgen. Want alle handel moest daar langs. Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Amsterdam, Kampen, allemaal via het Marsdiep. Nou, je ziet het hier een beetje, dat het is al die schollen, dat is lastig te bereiken. Nu hadden we wel een slimmerd, Meeuwis Meinerts Bakker, die had zogenaamde scheepskamelen uitgevonden. Heeft iemand zelfs van scheepskamelen gehoord? Even. Ik zie geen handen. Scheepskamelen, dat waren grote tanks vol met water. Die werden aan weerszijden van zo'n schip vastgemaakt. Daarna werden ze leeggepompt en dat gaf dat schip extra drijfvermogen. En dan konden ze net over die zandbank bij Pampus komen. Of bij Den Helder had je ook eentje, die heette de Drempel. Dat werkte, maar het is geen structurele oplossing. Wat we eigenlijk nodig hadden was een haven waar je dat spul kon overslaan van die grote zeeschepen naar ondiepere schepen die de Zuiderzee op konden. Maar daar lag het probleem. De reden van Texel gebeurde dat en die was in rap tempo aan het verzanden. Die bood geen bescherming meer, dus er moest iets gebeuren. Nou was er één man en die had daar iets op gevonden. En dat was Laurens Brandlicht, onze held van vanavond. Hij heeft een heel lijvig boekwerk geschreven met een plan om een nieuwe haven aan te leggen bij Den Helder, het Nieuwe Diep. Hij noemde zijn plan Scylla en Charybdis. Dat zijn twee zeemonsters uit de Griekse mythologie. Er was ook een spreekwoord in die tijd van Scylla in Charybdis geraken. En het idee daarachter is een beetje, als je het ene probleem probeert te omzeilen, nou, dan kom je al snel in het andere probleem terecht. Hij vond dat heel erg van toepassing op de situatie op de Waddenzee. Want als jij de ene zandbank probeert te ontwijken, dan lag er wel een nieuwe. Dat was continu aan het veranderen. Hij ging niet over één nacht ijs. Hij heeft er meer dan 10 jaar over gedaan om dit plan te schrijven. En zijn oplossing, het probleem wat hij moest oplossen, was die verzanding van die haven die hij wilde bouwen. Zijn oplossing was even eenvoudig als briljant. Hij stelde voor een dam te bouwen, een vangdam.
Als het wat vol water liep, prima. En dan als het afgaand tij was, zou die dam het water moeten geleiden naar het nieuwe diep. En al het zand wat zich daar opgehoopt had, dat spoelde dan gewoon weg met afgaand tij. Mooi plan. 10 jaar aan gewerkt. En toch was dat niet voldoende om die haven daar te krijgen. Goede diplomatie was ook minstens even belangrijk. Want in die tijd lag heel veel macht bij de steden. Bij de steden zat het geld. Kon je stadhouders hebben van het hele land, maar zonder geld begin je niet zoveel. Dus de steden moesten daarachter staan. En Hoorn, Medeblik, Enkhuizen, nou, die zagen een pittige concurrent komen met een haven bij Den Helder. Dus die waren tegen. Amsterdam was voor, want die had al problemen met de aanvoer. Dus met flink wat lobbyen en goede diplomatie is dat plan van Laurens Brandlicht toch ten uitvoer gebracht in 1781. Hier zien we een kaartje hoe dat eruit ziet. Daar rechts heb je die vangdam en je kan je voorstellen dat met afgaand tij altijd water door het nieuwe diep geduwd wordt en dat die haven lekker schoon gespoeld wordt. Maar het belangrijkste op dit kaartje is wat je niet ziet. Dat is Den Helder. Den Helder is dat hele kleine dorpje daarbovenop. Dat was Den Helder toen. Ja, dankzij die dam is er een haven. Dankzij die haven heeft Den Helder kunnen groeien tot de stad die het nu is. Dus zonder die dam van Laurens Brandlicht, ja, je kan je voorstellen wat Den Helder dan geweest was. Niet zoveel, want er was geen reden om verder te groeien. Maar ja, dankzij dat genie van die ene man is Den Helder geworden wat het nu is. En heeft de hele handel met het land gewoon door kunnen gaan, alsof er nooit een probleem was. Nou, dat is mooi. Wat mij betreft heeft die man dus wel een monument verdiend. En dat komt goed uit, want ik ben beeldhouwer. Dit is het monument wat ik voor hem gemaakt heb. Steen voor Laurens Brandlicht. En die steen die is gesponsord door TEDx. Flink steentje. Het standaardje is gemaakt door de Koninklijke Marine. Die heeft zoveel profijt gehad bij die nieuwe haven dat zij wel een standaardje wilde sponsoren. En ik heb zelf het ontwerp gemaakt en de stenen gehakt. Dus hij staat hier. Een monument voor Laurens Brandlicht. Dan hebben we nog een monument voor Laurens, maar een dam die Napoleondam heet. Dat hebben we nog niet opgelost. We hebben gevonden dat de dam eigenlijk nooit een echte naam gekregen heeft. Het was een vangdam, dus hij heet altijd de Vangdam, de Rijkszeehaven, het Nieuwe Diep. Tot rond 1950. Toen kwam in de volksmond opeens de naam Napoleondam in zwang. Waarschijnlijk omdat mensen niet wisten waar die dam vandaan kwam. Het was gewoon een oude dam. En dat is overgenomen in documenten van Rijkswaterstaat. Nu staat het zelfs op nautische kaarten van de hydrografische dienst. Dus het wordt steeds gekker. Daarom hebben de Helderse Historische Vereniging, TEDx en ik, de koppen bij elkaar gestoken. We zijn bij de gemeente op de koffie gegaan en we hebben gevraagd, gemeente, kunnen jullie dan niet van een fatsoenlijke naam voorzien? Dat is gelukt. Dus vandaag willen we niet alleen het monument onthullen, we willen ook de nieuwe naam voor de dam onthullen. Dus ik wil naar voren vragen, voor wij de wethouder gaan vragen, komen in de boven de Helderse Historische Vereniging en Iris Krommetuin van TEDx. Samen willen wij wethouder Krijns vragen om het monument te onthullen. Welkom. Hartelijk dank dat u naar ons geluisterd heeft en de moeite genomen heeft om de dam een nieuwe naam te geven. Wilt u hem onthullen? Dames en heren, de Laurens Brandlichtdam. Silence! Silence, s'il vous plaît! Stop clapping! What do I hear? I know nothing of a dam that carries my name. In Den Helder, huh? In that beautiful town, I have built 3 magnificent forts, and I have built an ingenious defense line. That I remember. I must have forgotten about that dam. Then it must be small. But why do they name tiny things after me? Because of je suis petit? Pah! I want to know everything about it. But one thing is certain. Nobody changes the sea name of my dam without my consent. Nobody! Nou, dames en heren, u heeft net Napoleon gezien. Die moest nog een beetje wennen aan het idee van een nieuwe naam voor de dam, Napoleondam. Net als wij allemaal natuurlijk, want dat ding heeft zo lang Napoleondam geheten. Die nieuwe naam moet zich nog een beetje gaan zetten. En dit monument gaat er natuurlijk bij helpen.
De Koninklijke Marine heeft aangeboden om hem te plaatsen op de Dam. Dat kan alleen over het water. En daarbij worden dus 20 tot 30 basisschoolleerlingen meegenomen. Die krijgen allemaal materiaal mee dat ze een spreekbeurt kunnen gaan houden. Dus als ze dat gaan doen, dan gaat een hele generatie al opgroeien met het idee van die Dam was niet van Napoleon. Nou, prima. Zelf heb ik vast de vrijheid genomen om maar een Wikipedia-pagina aan te maken van de Laurens Brandtlichtdam. Hij moet nog een beetje groeien. Ik hoop dat de Helderse Historische Vereniging mij daar een beetje mee gaat helpen. Maar er is nog iets mooiers. Er is iets als TED-Ed. En Ed staat voor Educational. Dat is een website, daar kan je een film op uploaden, een animatiefilm, met een lespakket. En dat maakt het een hele mooie manier, een hele toegankelijke manier voor iedereen, scholen of wie dan ook, om het verhaal van Laurens Brandtlicht bekend te maken. Nou, dat leek ons een leuk idee. U zag net al een kleine animatie van hoe het zou kunnen gaan worden. Alleen het maken van een animatiefilm is een kostbare aangelegenheid. TEDx kon er wel wat help bij gebruiken. Dus mensen die dat willen steunen, daarvoor gaan we graag straks in gesprek in die experience-ruimte. Daar staan in ieder geval TEDx en ik en de Helderse Historische Vereniging klaar om met u in gesprek te gaan. En hopen dat dat ook wat op gaat leveren. In ieder geval, voor mij, dit was het verhaal. Voor mij was het heel mooi, leuk en indrukwekkend om de geschiedenis van deze dam te ontrafelen en het belang van die dam te ontdekken. En ik hoop dat u genoten heeft van het verhaal. Dank voor de aandacht.